Een goede avond iedereen. Welkom op een nieuwe aflevering van mijn adoptieblog. Ik heb vandaag post ontvangen. Post van kind en gezin. Eigenlijk post van het Vlaams Centrum voor Adoptie. De brief die gaat over het maatschappelijk onderzoek. Ik denk dat ik misschien best eens gewoon voorlees wat erin staat. Geachte kandidaat adoptant. Wij ontvingen het verslag van het maatschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek, CAW Brussel. Het verslag werd op 18 december aangetekend verstuurd naar de familierechtbank. Als bijlage vind je een kopie van dit verslag. De familierechtbank zal nu een beslissing nemen over jouw geschiktheid om te adopteren. Als de familierechtbank een geschiktheidsvonnis uitspreekt, krijg je hiervan een kopie. Het Vlaams Centrum voor Adoptie ontvangt een origineel geschiktheidsvonnis en verslag van het Openbaar Ministerie, beiden bedoeld voor het land van herkomst, een tweetal maanden na de uitspraak van het vonnis. Na het verkrijgen van jouw geschiktheidsvonnis kan je kiezen om te adopteren via een erkende adoptiedienst of via het Vlaams Centrum voor Adoptie, als het om een zelfstandige adoptie gaat. Met vriendelijke groeten, blablabla, bla bla, van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Dus ja, dat betekent dat ik op dit moment straks naar de rechtbank moet. Ik heb mijn brief, ik heb mijn verslag van de dienst maatschappelijk onderzoek. Nu moet ik wachten op een berichtje van de rechtbank, waarin ik zal uitgenodigd worden om naar de jeugdrechter te gaan en om hopelijk te horen dat ik een geschiktheidsvonnis krijg zonder uitstel. Ik ga zeker mijn best doen om dat geschiktheidsvonnis te verkrijgen zonder uitstel. Wat me daarbij zeker zou helpen zijn brieven van mensen die erin geloven dat ik een kindje kan adopteren, dat ik dat kindje hier een goede thuis zal geven. Dus bij deze nog eens een warme oproep. We zijn trouwens ook de warmste week. Aan iedereen die erin gelooft, in mijn adoptie, stuur gerust een brief waarin je ergens getuigt over waarom jij denkt dat ik inderdaad kan een kindje een goede thuis geven. Stuur die brief gewoon naar mijn adres en dan kan ik die brieven meenemen naar de rechtbank in de hoop de jeugdrechter te overtuigen. Goed, dit was het denk ik voor vandaag. Als er verder nieuws is, dan hou ik jullie zeker op de hoogte. Joep.